Hallo, hallo. Ik ben nog een keer live. Dus waar staan wij hier? We staan eigenlijk in de zaal van ons huis van achter. En je ziet dat hier een tafel staat met een tiental stoelen. En één keer in de maand, altijd de eerste woensdagavond van de maand, al 7 jaar aan het stuk ondertussen. Organiseer ik hier een groepsbijeenkomst. En wat is eigenlijk die groepsbijeenkomst? Dat zijn eigenlijk allemaal mensen die aan het stoppen zijn, die al gestopt zijn, mensen die al nuchter zijn, mensen die met gelijkstemden willen praten. En wij komen altijd samen en we zijn altijd met 10, 15-tal mensen en wij babbelen gewoon over onze eigen ervaring. De thema's die centraal staan in die bijeenkomsten zijn uiteraard alcohol. Maar het is ook nuchter leven. Het is eigenlijk mensen die met issues zitten rond alcohol of zo, die mogen dat hier ook komen vertellen. En we zijn eigenlijk met een oordeelvrije groep, want alles is oké. Er zijn mensen die echt al jaren aan het proberen zijn om te stoppen met drinken. Er zijn mensen die al gestopt zijn met drinken. En iedereen is hier ergens welkom, omdat iedereen zijn waarheid ook gewoon mag bestaan. En ik organiseer dat dus al super lang, al bijna 7 jaar. En soms, we zijn al periodes geweest met 5, met 10, met 15, met 20, met 30. 30 was iets te veel. Maar zo hier in Brugge zijn we altijd met een tiental mensen, 15-tal mensen. En dus mensen die ook die een alcoholprobleem hebben, maar die het nog niet erkend hebben of zo, of die bang zijn om geen stap te zetten. Jawel, we komen hier echt altijd in een fijne groep terecht, waarbij dat mensen op een zeer rustige en liefdevolle manier met elkaar omgaan. Ik zit hier als alcoholcoach en als begeleider, maar bijvoorbeeld iemand die ook al bijna 4 jaar steeds aanwezig is, is bijvoorbeeld een Wout Renders. En hij is ook zelf verslavingstherapeut, en dus we zijn met twee zelf om mensen tips en tricks te geven. Vroeger Dick Gent, was Arno Crew er ook altijd bij, en nu is het een beetje verder voor hem. En dat zijn zo mensen die ondertussen al 2, 3, 4, 5 jaar nuchter zijn, die u ook kunnen helpen. Ik heb mijn eigen filosofie, maar die mensen hebben ook een filosofie. Dus hier gaat het altijd door en we kunnen nog een tafel naast zetten met hoe meer dat we zijn. Dus dat is geen enkel probleem. Dat is dus in onze zaal van achter, waar dat we ook evenementen doen, waar dat ook mijn nieuwste boek zal voorgesteld worden op 10 september. En je ziet, het is hier gezellig. Er is een pianootje ook. Dus mensen die zo al lang aan het twijfelen zijn, ja, zou ik iets doen aan mijn probleem, zou ik niets doen en je wilt op een laagdrempelige manier een keer in contact komen, wel, dan is dat hier zeker een mogelijkheid. Voor de avond krijg je nou een hapje en een drankje, is altijd 15 euro. Dus wat niet veel is om daarmee kennis te maken. En dus ik doe zo bijeenkomsten, dat is zeer laagdrempelig. Je kunt ook meegaan op alcoholvrij weekend, dat is al iets hoogdrempeliger. Je kunt ook individueel bij mij komen. Kunnen naar lezingen komen, dus er zijn tal van mogelijkheden. Je kunt naar YouTube-video's kijken, dus er zijn tal van mogelijkheden om met de filosofie van nuchter leven in aanraking te komen. En voilà, voor de mensen die dus willen komen, altijd, altijd de eerste woensdag van de maand. En dat gaat door in Brugge, Dutzilse Steenweg 66. En het is vanaf 19:30 uur. Normaal is dat tot 10 uur, maar ik ga zeggen, met hoe meer mensen dat we zijn, hoe meer dat uitloopt. Maar ik doe altijd twee pauzes, van 7:45 tot 8:45 en dan van 9 tot 10. En dan mensen die naar huis willen gaan, kunnen naar huis gaan en dan doen we nog een soort derde stukje als we met te veel zijn. Dus voilà, aan alle mensen die willen komen, meer dan welkom dus. Bye bye.